Dag beste kijkers, welkom weer bij Visblad TV, waarin we elke maand op pad gaan met een sportvisser die gespecialiseerd is in een bepaalde manier van vissen. En vandaag zijn we in Brielen, het historische Brielen, waar lang geleden de hertog van Alva met zijn Spanjaarden verschrikkelijk op de duvel kreeg van de watergeuzen van Willem van Oranje. Nou, toen werd er nog niet gevist. Vandaag wel. Ga maar mee. En als het nou goed is, dan zit daar Ruud van Halen. Misschien is het wel Van Helen. En daar heb ik een afspraak mee. Zijn manier van vissen. En het is echt hartstikke leuk. Ga maar mee. Dus. Ik geloof dat ik op het goede moment kom. Je brengt geluk. Hoi Ruud. Goedemorgen. Kijk eens. Mooi baasje, man. Hé. Hey. Zo. Top. Gaat het? Ja, gaat prima. Mooie kijk, wit, ze zijn man. Gretig. Ze zijn gretig. Nou, inderdaad. Net achter het lipje. Mooi baas, man. Leuk. Gebruik even de haken zeker erbij. Toppie. Kan die er netjes uit. Kijk, met een klein piertje. Kijk eens aan. Fantastisch. Ik zet hem snel terug, want anders vind ik het zonde. Laten we gaan. Keurig, man. Ja, jullie zien het al. Een baars is ze, Ruud. Dat is toch wel een hele speciale manier van vissen hier, hè? Met de vaste stok. Ja, je ziet ze vaak dropshotten. Ja. Maar in zo'n haven, ja, ik vis vaak met de vaste hengel. En ik vind het gewoon leuk om met de vaste hengel de baarzen te kunnen vangen. Ja, want het is heel wat anders dan die Noord-Hollanders met die hele korte stokjes. Want dat zijn zulke baarsjes. Ja, eigenlijk mooie baarzen. Baarzen vangen kan eigenlijk iedereen wel. Ja. Van kleins af aan, baarzen zitten overal in Nederland. Jongensvis zeggen ze wel eens. Jongensvis. Ja. Vaak de kleine kinderen, net onder het steigertje, even langs het hout, onder een bootje. Okay. Maar dan is het toch wel de kunst, vind ik, om af en toe wat grotere baarzen ertussen uit te halen. Ja, want dat gaat niet vanzelf. Nee. Ja, Ruud, ik heb er nou wel zin in. Ik zie je een mooie baars van. Ik heb ook een hengeltje bij me natuurlijk. Je hebt een worm. Ja. Ik prik hem eraan. Nou, je ziet het rode kopje. Ja. En daarachter zit een klein hard gedeelte. Ja. Nou, daar prik ik de haak even erin. Oh, helemaal enkel. Ja. En dan zit hij goed vast. Nou, Ruud, die lange sliert worm die onder die haak hangt, is dat niet het risico dat ze die pakken en dan eraf trekken ofzo? Nee, ze zijn zo gretig, ze zuigen dat in één keer naar binnen. Okay. En het beweegt natuurlijk lekker in het water, hè? Ja, op die manier. En die baarzen zijn natuurlijk echt jagers. En dan komen ze op eraan. Baars weer? Ja, weer een baars. Baars, boven baars zie je. Het is een maatje, hoor. Je hebt een telescoophengel. Is dat om een bepaalde reden? Of? Nou, eigenlijk vis ik met deze telescoophengel omdat ik met die hoge muren achter me zit. Ja, natuurlijk. Dan hoef je niet helemaal dat afsteken. Dat is natuurlijk al sowieso heel simpel. Ja. Hey, tuig. Gewoon dobbertje. Van? Dobbertje. Ik heb een gram dobber. Gram. Het is hier toch wat dieper. Ja. Kan ik een mooi druppelootje erbij zetten. Oké. Ja. Gaat hij net wat sneller naar de bodem toe? Hoe dik visje? Want baarzen zijn sterke visjes. Dus, Het kan variëren als ze klein zijn. 1200ste, 1000ste. Het zou 14 kunnen, maar dan moet je wel in de grote baar zitten. Well, okay. Gelukkig vangt je elastiek in de top. Die vangt een hoop op. Dat is waar, ja. Draadrechtstandig is erg sterk. En hoe groot de haak? Nou, haakje 14 gebruik ik. Haak 14. De baarzen zijn toch wel gretig, grote bekken. Ik gebruik wel een onderlijntje van plus minus een centimeter of 17 van fluorcarbon. Oké, ze mogen het niet zien. Dat is nou eenmaal bijgeloof. Iets wat goed gaat, dat moet je niet veranderen. Vind ik ook. We hebben er een paar gevangen, dus een beetje voer erbij. Ja, maar hoe doe je dat? Voer je gewoon een bal, voer je wormen met je hand? Want dat is nog een end gooien, toch? Daar heb ik een trucje voor. Laat zien. Oké. Nou, als jij dan even mijn bakje vast wil houden. Ja. En een beetje husselen natuurlijk, want je hebt nog zulke schone handen. En die gaan daarin? Ja, niet te gek veel. Pak maar even een paar... Zo, er zitten aardige slangen bij. Zoveel? Ja hoor, om te beginnen. Ik kan nog een klein beetje bij. Oké, iets van een knoerte, joh. Kijk, die zijn natuurlijk veel te groot. Om gelijk aan die baarzen te geven. Ja, dan zak je dobbel meteen nog, hoef je geen loodjes eraan te doen. En wat ga je nou doen? Dus daar heb ik een schaar voor. Oké, en een hele bijzondere schaar. En dan knip ik de wormen allemaal in kleine stukjes. Dat is dus je lokvoer. Helemaal geen meelsoorten en zo. Puur wormen. Wormen in zo'n cupje. Dan breng ik hem naar waar ik zit te vissen. Bij die paal en dan kiep je hem gewoon om. Laat ik hem rustig in het water zakken. En dan kiep je die wormen daar zo op die plek.
En dan draai ik hem om en dan haal ik een beetje. Ik moet hem niet gelijk optillen, want ja, het is te veel te zwaar. Ja, ik zie het. Het wordt een wolk worm. Ik zie zijn zakken niet. En dan kan ik hem weer binnenhalen. Ah, oké. Okay. En dan hebben we gevoerd. Het kind doet de was. Dit is een aardige vis. Zeker. Ja. Moet ik hem even scheppen voor je? Kijk eens. Ho, ho. Kijk eens, de eerste beste baars, kijk eens. Prachtig. Zien eten is doen eten, hè? Ja, ik zeg, ik ben bescheiden begonnen. Kijk eens. Hey. Dat is een mooie. Kijk eens, Ruud, van een beest. Die steekt ons op zo. Hij is echt nijdig. Schitterende baars. Een mooie, dikke baars, hè? Zo. De eerste beet. Ik sla hem aan en denk, oh, wacht eventjes, dat is een echte. Weg is die. Baars. Oh, leuk, op de vaste stok. Het is nou de beste tijd van het jaar om hier op baars te vissen. Het hele jaar of... Nou, de tijd dat wij de vissen en dat ik zelf denk dat hier de beste is van medio oktober. Tot nu eigenlijk. Nu ja. Zeg maar maart, april, volgend jaar. Maart, ja, straks gaan ze er weer uit natuurlijk om te paaien. Oké, dan doen ze niet hier paaien. Die vissen gaan waarschijnlijk... Ik denk dat ze dan weer naar het grote water toe gaan. Ze zitten nu echt in de havens. Oké. Dus, en dat dus ze dan weer naar buiten trekken. Dus zeg maar de wintermaanden? Ja, maar je ziet het is nu nog fantastisch. Dus ja, wanneer is het het beste? Ja. In de zomer in ieder geval niet waarschijnlijk. Want de beste weet is om het te proberen. Ja, dat is een ding wat zeker is. Waard als een koe. Dus lekker met je hengeltje op pad en lekker vissen vangen. Het blijft leuk, hè? Het blijft toch leuk? Ze zeggen wel een jongensvis, maar volgens mij ben je nooit oud genoeg om dit leuk te vinden, toch? Heerlijk. Hè? Fantastisch. Toppie. Regen, dat wel. Kijk, dat ene stiek eruit komen. Kijk eens. Dat zijn het krachtpatsers, hè? Oh, wat is er weer? Kijk eens, kijk wat een baars weer. Kijk eens. Weer een schepper. Dat zullen maar weer scheppen, die. Zo. Je vis en bom. Kijk er eens. Oh. Fantastisch, hè? Wat is dat toch leuk? Ze zijn sterk. Ja, ik heb het helemaal precies zo gedaan zoals de weermeester dat heeft verteld. Dan ziet het resultaat. Prachtige baarzen. Oh, daar zijn ze in Noord-Holland jaloers op, hoor. Zeg, want dan hebben ze natuurlijk een hele folklore, dat is het baarspeuter. Maar dan zijn ze ongeveer zo groot als ze tot stukje staart hier. 10, 15 centimeter. En dit is gewoon 30. Oh. Hey Ruud, maar wat anders, eventjes. Wat zijn nou de goede plekken hier? Want ik sta bij een bootje, jij bij die palen. Heeft het nog een bepaalde voorkeur waar je op baars vist hier zo? Die baarzen die zitten natuurlijk graag beschut. Ze zoeken toch wel de schoeien op, stenen muren, onder de boten. Daar is waar je de baarzen pakt eigenlijk. Ah, oké. Maar die haven is groot, en Briel heeft een grote haven. Is het overal zo of is het toch niet overal hetzelfde? Nou, het is zo, die vissen die verplaatsen zich natuurlijk. Ja, ja. Dus je moet als het ware moet je pionieren. Je moet op zoek naar die vis. Probeer eens een half uurtje daar. Is het niet of vang je wat slechter? Ga ze naar een ander stekje. Okay. Ga ze achterna, net zo lang tot je ze gevonden hebt. Hoppa! Het is inderdaad weer achter elkaar. Hè? Nou, mooi hè. Ja, weer een baars. Niet te gretig zijn. Nee. Laat ze even doorbijten. Ja, we zitten natuurlijk met een worm. Dus hoef ze niet te laten slikken. Maar dit gaat prima zo. Het staat allemaal een mooi maatje, hoor. Kijk eens. Kan ze net allemaal tillen, hoef ze niet te scheppen. Nou, nee, maar het moet ook niet veel groter worden. Dan moet de schep net erbij. Maar dit is toch allemaal maatse baars. Hey, mooi voor in zijn lip. Ja, joh. En de pier is ook nog helemaal goed. Kijk eens, man. Fantastisch. Echt leuk. Op, weg is die. Het stadswater van Brielen, zo heb ik begrepen. Dan heb je dus een vergunning nodig van de watergeus hier uit Brielen. Dan krijg je natuurlijk uiteraard ook je vispas, je grote vergunning erbij voor heel veel water in Nederland. Maar specifiek hier vissen, dat moet met een vergunning van de vereniging. Of je koopt een dagvergunning bij de plaatselijke hengelsportwinkel hier aan de haven. En die is ook soms om 9 uur al open. Dus dat kan natuurlijk ook. Ja, dan kan je in ieder geval hier zo in die haven vissen. En het wemelt er van de vissen. Het is beroemd water in de winter voor mooie vorens. Er zit een hele grote snoek achter die vorens aan. Maar we hebben dus gezien dat het ook vol zit met mooie baarzen.
En dat is wel heel... Oh, weer beet. Top, ook wel weer een aardige baars hoor. Hey. Kijk eens. Kijk eens. Schitterend. Right. Wat dat betreft, jongen, top hè? Hartstikke is, mooi, man. Dit is echt top. Dus wat dat betreft, ik ben je hartstikke dankbaar dat je ons hier naartoe hebt gehaald. En ja, nou, nogmaals, hartstikke bedankt voor ons te laten zien hoe je op baarzen vist. Ik heb het wel gehouden door, dat zie je. Maar het is fantastisch. Het is wat dat betreft toppie. En ja, uiteraard vind je alle details over deze visdag vind je natuurlijk terug in het visblad. En de volgende keer zijn we er weer met een andere specialist en een hele andere visserij. Jij hartstikke bedankt. Jullie bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Graag gedaan.